De 93-jarige Dick Boegel van Steenberg overleefde als krijgsgevangene van de Japanners de atoombom op Nagasaki. Deze week keerde hij met zijn 3 dochters terug naar de havenstad. Toen de Amerikanen op 9 augustus 1945 atoombom Fat Man boven de stad afwierpen, werkte de Walgenaar als krijgsgevangen 1,4 kilometer verderop. Hij zag een flits, raakte buiten bewustzijn en toen hij even later weer bijkwam, was de wereld om hem heen donker van het stof en ellende. Van de afgelopen dagen, wat is het meest bijzondere dat u hier nu heeft gezien? Met indruk op een gebouw. Ja. Kamp. Terwijl daar niks meer was. Het gevoel dat je daar gezeten hebt. Al die herinneringen. De emotie. Ja. Die eventjes naar boven kwam. Ja. Ook al is er niks meer. Ja, dat is niks meer. Ik had het idee van hier heb ik nog geleefd. Twee jaar. Ja. 2,5 jaar bijna. Omdat hij de explosie heeft meegemaakt, heeft de stad Nagasaki Boegel van Steenbergen 2 maanden geleden. Officieel erkend als slachtoffer van de atoombom. Afgelopen week keerde hij dus terug naar Japan om het bij de erkenning horende proces voor een compensatieregeling in gang te zetten, maar vooral ook om de stad aan zijn 3 kinderen, Patty, Frederik en Anne Roos, te laten zien. Oh, we zijn ook daar. Gereden, hè? Onder de tunnel. Hè? Ja, buiten de werf. Buiten de werf. Oh ja, zijn we een tunnel gereden, net? Ja, precies. Daar oud. Dit lag in de baai, dat was zo vlak. Die tunnel, dat is een verkeersweg. Ja. Daar zijn wij niet doorheen. Ah, nee.